Vandaag ga ik het met jullie hebben over gratis items die je kan krijgen als je challenges voltooit in Fortnite. Battle Royale. Yo mensen, mijn naam is Alex en welkom weer terug bij deze nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag ga ik het met jullie hebben over birthday challenges die waarschijnlijk gaan uitkomen in Fortnite. Battle Royale. Maar jongens, voordat ik wil beginnen met deze video, wil ik jullie allemaal vragen of jullie allemaal even op het blauwe duimpje omhoog kunnen drukken. Bij de vorige video hadden jullie echt insane support achtergelaten. We hadden gewoon meer dan 2000 likes, wat echt insane is. Dus ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het liken natuurlijk. Vergeet deze video natuurlijk ook geen duimpje omhoog te geven. Normaal doe ik altijd een like of 1000 likes, maar kunnen wij speciaal voor deze video de 1500 likes halen, oftewel 1500. Dat zou super ziek zijn. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op mijn kanaal. Ik weet dat er heel veel van jullie niet geabonneerd zijn. Dus als jullie dat willen doen, zou dat super ziek zijn. Maar oké jongens, laten we dan nu maar beginnen met deze video. Op 24 juli dan wordt Fortnite 1 jaar. En voor een speciale verjaardag geeft Fortnite eigenlijk speciale items weg. Deze items kan iedereen gewoon gratis krijgen. Je hoeft er geen battle pass of wat dan ook voor te hebben. Wat je hier namelijk mee kan krijgen is, jij kan je kan 5000 gratis XP krijgen als jij 14 matches speelt. Je kan ook een soort cake emote krijgen. Een cakeje die dus omhoog kan gooien met een 1 drop van 1 jaar. Als jij 1000 damage doet bij tegenstanders, wat echt in no time is gedaan natuurlijk gewoon. Dance in front of different birthday cakes. Waarschijnlijk komen er dus ook birthday cakes, oftewel verjaardagscakes, oftewel verjaardagstaarten in de map verspreid. En als je daarvoor gaat dansen, dat er bij ook 10 verschillende locaties, dan krijg jij een bepaalde spray emote. Zodra je alle 3 challenges hebt gevoltooid, krijg je iets wat erop lijkt als een backpack eigenlijk van een taart, wat super ziek is. Die kan je dus gewoon gratis krijgen. Dat kan iedereen gratis krijgen als je deze challenges voltooid, die heel erg makkelijk te voltooien zijn als je gewoon een beetje speelt. En dat is super ziek natuurlijk. Maar oké jongens, dat was wat ik jullie wou vertellen in deze video. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Zo ja, laat dan even dat blauwe duimpje omhoog achter. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, het kan hier beneden. En jongens, dan zie ik jullie hopelijk allemaal weer bij de volgende video. Laters.